Stijn, van harte gefeliciteerd. In de slotfase hier winnen, eigenlijk in een knotsgek duel, hè, van SCAC. Hoe blij ben jij? Ja, wel. Het is nog een beetje onwerkelijk, want het was natuurlijk een enorm rare wedstrijd. Dan hadden wij weer de overhand, dan zij weer. En ja, uiteindelijk dacht ik van 2-2, misschien moet hem daar maar op houden. En dan weer in de laatste minuut. Dus dat is heel heerlijk. Heerlijk. Van die laatste plek af nou. Hè? Voordaan heeft volgens mij volgens de laatste stand gelijk gespeeld tegen Bloemendaal. Jullie passeren hen op de ranglijst. Hè? Weg van die zo gevreesde laatste plek. Ja, schitterend, hè, voor jullie. Ja, hier hebben we het allemaal uiteindelijk voor gedaan. Toen we de koppen met elkaar staken na de eerste helft van het seizoen. En we hebben het nu geflikt. We staan nu in ieder geval niet meer laatste. Maar we moeten nog 2 potjes spelen. En je ziet ook weer, ja, als het waar is dat Voordaan gelijk heeft gespeeld bij Bloemendaal, dat alles kan. Dus we moeten gewoon door blijven gaan. Volgende week Rotterdam. En dan moeten we kijken of we daar ook kunnen stunten. Alle ingrediënten waren hier vandaag. Hè? Zon, veel publiek. En dat je dan op zo'n manier daar in de slotfase wint. Ja, hoe is de sfeer in het team? De sfeer in het team was natuurlijk al fantastisch. Na 2 winstpartijen achter elkaar. Want daar hebben we sowieso nog nooit zo vaak meegemaakt. En ik kan je verklappen dat het wel gevierd gaat worden vanavond. Ja, nog even terugzoomen op de wedstrijd. Hè. Je zei al van het wisselde een beetje het initiatief. Hè. Zij kwamen toen op voorsprong. Hadden misschien zelfs voor rust ook wel die tweede strafbal moeten hebben. Of hoe kijk jij daarnaar? Ja, goed. Ja, als ik een geel shirt aan had gehad, dan had ik hem denk ik wel gegeven. Want ja, het was toch wel een spits van Stichtse die op behoorlijke snelheid lag. Hij was langs de keeper en ja, hij gaat niet uit zichzelf liggen, denk ik. Dus daar kwamen we denk ik wel goed weg uiteindelijk. Maar ja, de scheids geeft hem niet. Wij hadden een aantal momenten ook dat het niet echt mee zat met de beslissingen van de scheids. Maar ja, goed, daar heb je mee te maken. Je speelt 70 minuten lange wedstrijd en er gebeuren gewoon rare dingen. En daar moet je gewoon op anticiperen. En uiteindelijk winnen wij met 3-2, dus hebben wij dat het best gedaan. Ja, al met al een schitterende dag voor jullie. Hè? Ja, dat is echt top. Super. Hey, dankjewel en veel succes volgende week tegen Rotterdam. Dankjewel.